Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 21 maart 2023. Welkom bij de CryptoCoiners Podcast. Je luistert naar aflevering 292. En die wordt niet zo heel lang, want ik zei het gisteren al: ik moet zo meteen weg. Maar ik wilde je toch even snel meenemen langs de belangrijkste charts, de Fear and Greed Index, de barometer enzovoort. Het rapportcijfer. Gisteren, je weet het, hadden we opeens die 8 van een tijd lang zwaar onvoldoendes en ene en zo. Schoten we opeens zomaar naar de 8. En je weet het, dat is een relatief onnatuurlijke beweging. Van een 1 naar een 8, zomaar, dan is er iets meer aan de hand. En dat blijkt ook wel, want inmiddels zijn we alweer flink gedaald. We zitten weer op de 4 en dat heeft alles te maken met het eh, ja, een beetje afnemen van de enorme euforie die we gisteren nog zagen. Daar komen we zo wel even op terug als we de charts erbij pakken. Voordat we daarmee aan de slag gaan, even wat kort intern nieuws. Morgenavond het Crypto Coiners Café. Als het ook maar even kan, gaan we weer live traden. Wil je daarbij zijn? Het is toegankelijk voor zowel gevorderden als beginners en de toegang is 100% gratis. Ga dan naar slash cafe En als je zit te wachten op het Cryptocorners clubhuis dat normaal gesproken elke donderdagavond open gaat, dat is er deze week niet bij want Kevin heeft deze week een paar afspraken buiten de deur. Vandaar geen clubhuis donderdagavond, maar wel Aanstaande zaterdag een live clinic. Die geef ik zelf. Zeker traden met Bitcoin. En dan gaan we praten over. Zoals de titel aangeeft. Hoe je nog zekerder kunt traden. Met gebruik maken van de crypto-coins day-trading strategieën. Maar ook hoe je meer kunt kijken naar traden als middel om een doel te bereiken. En niet als doel. Klinkt een beetje cryptisch. Maar je snapt vanzelf als je de inhoud leest. Van de Zeker Traden clinic beschrijving. Wat ik precies bedoel. De link staat nu ook even in beeld. En zie je ook bij de show notes. Dan uh, samen traden. Onze Discord server die groeit en groeit en groeit. We pikken er elke dag even iemand uit die zich heeft voorgesteld. En vandaag is dat Albert. En Albert schreef: Hallo allemaal, mijn naam is Albert. Ik ben 62 jaar en ik ben zo'n twee jaar geleden begonnen met traden. Al zou ik dat niet zo willen noemen, zegt Albert. Eigenlijk was het meer prutsen met een hoop onderbuikgevoel. Soms met geluk, maar vooral geen leuke winst. En na regelmatig gedachten te hebben, dit gaat het niet worden, geeft mijn portie maar aan Vicky een tijdje gestopt. Totdat ik op YouTube filmpjes tegenkwam van crypto Corners. Deze ben ik uit nieuwsgierigheid gaan kijken. En het was de manier van uitleggen het enthousiasme in het Crypto Corners Café en Crypto Coins Clubhuis, waardoor mijn interesse weer werd aangewakkerd. Ik ben dan ook rustig aan begonnen met kleine bedragen, zie het als leergeld, volgens de 2.0 strategie. Het lukt me inmiddels om meer winst dan verlies te maken over een week genomen. Al is het nog met kleine winst. Maar mijn doel, zegt Albert, is vooral leren en begrijpen hoe het spelletje werkt op een leuke manier. Spannen en eventueel samentreden, en dat is wat je op de Discord-server heel mooi kunt doen, is daar een mooie aanvulling op. Ik ben er ook van overtuigd, zegt Albert, dat de winst vanzelf beter wordt. Albert, van harte welkom bij onze samentreden Discord-server. En ben jij zelf nog geen lid van die server? Dan raad ik je absoluut aan om daar even een kijkje te nemen. Het is misschien even wennen als je nog nooit met Discord hebt gewerkt, maar geloof me, je krijgt het onder de knie. En je komt er door naar www.cryptocoins.nl slash samentreden te gaan. En de toegang is 100% gratis. Tot zover. Intern, extern laten we even lopen. Want waar moeten we het over hebben? Nog een keer over de overname van die fraudebank. Hoe heet die ook weer? Oh ja, Credit Suisse. Nog een keer over de problemen die gewoon nog steeds blijven in Amerika met al die banken. De dreiging van een bankencrisis die er gewoon nog steeds is. Nee, hebben we allemaal al lang gedaan. We gaan eigenlijk alleen maar even naar de charts. En dat doen we allereerst. En je kijkt, als je meekijkt op YouTube, dan zie je dat nu ook in beeld. met de dagchart. Gisteren zag het er allemaal natuurlijk nog fantastisch uit. Met die mooie groene candle van afgelopen zondag. Maar de situatie is een beetje veranderd. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Maar waarschijnlijk hebben we hem al. Waarschijnlijk was het de piek die we gisteren zelfs al hadden bereikt. Die piek van 28.567 dollar. Daar is de prijs. Sinds de podcast niet meer boven gekomen. Zometeen ga je ook zien waarom, als we naar de uurchart kijken. En dat betekent dat we een rode candle schrijven. Want de prijs is gisteren eigenlijk gesloten onder de close van de dag ervoor. Vandaar die rode candle. De close van gisteren, 27.815 dollar, is hoger dan de close van eergisteren En die was over de 28.000 dollar. Ja, dat zegt genoeg. Een rode candle. Dat levert meteen één strafpuntje op voor het crypto rapportcijfer. En zo zijn er nog wel meer Ga je zo meteen zien als, je de, als we de heatmap er even bij tellen. Dus het begint erop te lijken dat we een piek hebben bereikt. Je weet het nooit, misschien schiet de prijs vandaag nog enorm omhoog. Het zou mij verbazen, want langzaam maar zeker worden handelaren een klein beetje onrustig, omdat het morgen woensdag is. En dan zou ik zeggen: Nou, en? Nou, morgen is het vergaderdag. Eigenlijk vandaag al. Vandaag en morgen zijn vergaderdagen van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. En dat betekent dat uh, er morgen een mening of een, een uitslag gaat komen, een gespreksnotitie en een beslissing over wat de Fed gaat doen met de rente. Nou, de verwachting is dat het allemaal wel meevalt. Misschien weet je dat nog. Vorige week heb ik het leven genoemd. Uh, er zijn wat uh, stemmingen gehouden, wat polls gehouden onder analisten. En de meeste analisten zijn het er wel over eens dat er geen half procentpunt bij gaat komen. Maar hoeveel het dan wel wordt, dat weet men nog niet precies. En als dat toch tegenvalt. Geeft dat nu weer een klap en daarom kijken beleggers en traders toch een beetje uit. Dus je zult waarschijnlijk zien dat de markten zich wat voorzichtig ontwikkelen de komende 24 uur. Misschien nog wat langer, tot morgenavond een uurtje. Of volgens mij komt het zo tegen half acht, als het café begint, komt, uh, komt dat allemaal naar buiten. Dus daar hebben we het morgenavond tijdens het Cryptocurrency Café ook nog wel even over. Nou, dat, die afwachtendheid zie je natuurlijk terug op die dagchart. Misschien dat we die piek dus al hebben. Als dat zo is, dat weten we morgen. Als de candle van vandaag is gesloten, dan gaan we weer op weg naar een nieuwe trough. De chart is bullish, laat daar verder geen misverstand over bestaan. Het enige is dat er nu eigenlijk al twee dagen op rij sprake is van een bearish unbalanced volume. Dat betekent dat er eigenlijk, een, en omdat die OBV een licht voorspellende waarde heeft... Eigenlijk echt nu wel een dingetje is. Waarbij je zou kunnen denken: van oké, okay, hoe lang blijft dit allemaal nog bullish? Overtuigend doorschieten doen we op dit ogenblik niet. Het lijkt er echt op dat die weerstand van die 28.000-zone. Je weet, 28.000 plus of min 400 dollar ongeveer. behoorlijk sterk is. En de 30.000 is echt even van tafel op dit ogenblik. Dus ik verwacht zelf, zoals ze zegt, dat we niet boven die 28,5 gaan uitkomen nu. Dat we eerder gaan dalen en dat we weer op weg gaan naar een nieuwe trough. Maar zolang die trough. Dat dal hoger blijft dan het vorige dal, dat we vorige week hebben gezien, 23.940 dollar. Is er eigenlijk niks aan de hand, dan blijft de dagchart gewoon bullish. Um, de urenchart, als we die er even bij pakken, die is niet meer zo heel enthousiast. Je ziet de zaak een beetje in slaap vallen. Er begint, er begint zelfs een driehoek te ontstaan op dit ogenblik. En die driehoek ontstaat min of meer in een licht bearish trend. Want de charts op dit ogenblik laten nog steeds wel hogere pieken en hogere dalen zien... In ieder geval tot met hier, tot met uh, gisterochtend een uurtje of tien. Maar daarna begint het allemaal een beetje te contraheren. Het loopt allemaal wat dichter bij elkaar en ontstaat dus een driehoek. De driehoek is waarschijnlijk een symmetrische. Die driehoek zou je krijgen door de, de highs aan de bovenkant, minimaal drie daarvan, met elkaar te verbinden. Dan teken je dus een schuine lijn naar beneden. En datzelfde doe je met de lows aan de onderkant natuurlijk. Dan teken je een schuine lijn omhoog, een zogenaamde symmetrische driehoek. En die geeft normaal gesproken aan dat het een kwestie van tijd is voordat de prijs uitbreekt. Nou, welke kant gaat het dan op? 50-50 natuurlijk, want het is een symmetrische driehoek. Maar dan speelt de trend wel een beetje een rol. En hier gebeurt er iets interessants. De trend is eigenlijk nog steeds bullish op de urenchart, hoewel je dus nu die contractie ziet. Maar kijk hier naar die MA20 en die MA50 om een uurtje of negen vanochtend. Ik neem deze podcast super vroeg op, in ieder geval voor mij doen. Het is nu half tien net geweest. En je ziet dat we de komende uren waarschijnlijk een cross gaan zien. Een bearish cross van de MA20 en de MA50. De MA20 duikt waarschijnlijk naar beneden door de MA50 heen. De prijs staat nu alweer twee candles onder de MA50. En als dat bearish cross er komt, dus als daadwerkelijk. De prijs straks onder de MA20 staat en de MA20 staat onder de MA50. En die uitbraak komt er, is, die, is de kans dat hij naar beneden gaat groter dan dat hij naar boven gaat. Dus dan moet je gewoon rekenen op prijzen in de buurt weer van de 27.000 dollar of misschien wel zelfs daaronder. Ik zou er echt raar van opkijken, letten op het marktsentiment op dit ogenblik. Letten op die enorme zone aan de bovenkant waar gewoon veel verkopers klaar zitten om winst te pakken. Ik zou er echt raar van opkijken als de prijs nu opeens snel stijgt. Maar wat je ook doet, neem alleen maar beslissingen om te kopen of om te verkopen op basis van je eigen analyse natuurlijk. Dus leer, als je dat al niet kunt, in ieder geval de basisprincipes van technische analyse. Zodat je in staat bent om dergelijke dingen ook zelf te bepalen en op basis daarvan gewoon je eigen tradebeslissingen te nemen. En natuurlijk, als je besluit om in te stappen of uit te stappen, zorg altijd voor een stoploss. Nou, die urenchart niet al te gunstig. Hoe ziet het er dan met goud uit op dit ogenblik? Nog steeds bullish. Nou, dat blijft ook wel even zo waarschijnlijk. En we hebben zelfs gisteren, het is van lastig te zien, ik moet een beetje uitzoomen. Maar hier zie je de dagchart van maandag 20 maart. Dat was gisteren. Sorry, de dagkendel van maandag 20 maart. We hebben een high te pakken die hoger is dan de vorige. Dus een swing high lijkt het te worden. Want het lijkt erop dat we vandaag ook niet boven de prijs uitkomen. Hier zie je ook een beetje aan dat beleggers wat zitten te wachten op wat de vet gaat doen. Maar we zijn bullish wat die goudchart betreft. Hogere pieken, hogere dalen nog steeds. En dat betekent dat het record, de hoogste prijs die goud ooit heeft genoteerd. Dat is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden, dat was in augustus 2020. Die hoogste prijs die komt weer in beeld. En het zou zomaar kunnen we dat we een keertje door die 2074 heen tikken in de loop van het voorjaar. Voorjaar, zomer zijn eigenlijk altijd momenten waarop je dergelijke pieken zou kunnen verwachten. Nou, dat gaan we ook allemaal een keertje meemaken, zoals een andere bekende creator zou zeggen. Nog even snel de angst en hebzucht index op Wall Street. Gisteren was het een stuk lager dan nu. Gisteren hadden we nog te maken met extreme angst, 22. Inmiddels is de stemming omgeslagen naar angst, wat nog steeds niet al te gunstig is. En dit komt natuurlijk omdat beleggers enigszins beginnen te reageren op de redding van tussen, tussen aanhalingstekens van Credit Suisse. Uh, en het uh, wat meevallende sentiment in de bankensector op dit ogenblik in Amerika. Het gaat allemaal niet heel erg goed. Sommige banken, daar zijn de prijzen echt enorm van gedaald op de beurzen. Maar hier en daar krabbelde het allemaal weer een beetje op. Dus beleggers beginnen wat minder bang te worden. Maar eerlijk is eerlijk. Als je hier nu al blij mee bent met het omslaan van extreme angst naar angst, Nou, dat zegt wel iets natuurlijk over hoe de markt op dit ogenblik in elkaar zit. Goed is het allemaal niet, maar daar is eigenlijk verder alles al over gezegd, ook door mij. En houd vooral goed de faillissementen in de gaten. Hè. Vooral de faillissementen in Amerika natuurlijk, maar ook wereldwijd, ook in Nederland. Vandaag ging weer een, of gisteren volgens mij, ging weer een, een grote mode, Nederlandse modeketen failliet. Uh, natuurlijk, als gevolg van de pandemie. Dat is echt nog steeds allemaal niet uit de lucht. Het aantal faillissementen is ex echt extreem hoog. En waarschijnlijk hebben we het eind daarvan nog niet gezien. En die bankencrisis, die er nu dus even niet is. Want er wordt hard aan gewerkt om dat allemaal min of meer onder de tafel te moffelen. Die veert straks weer op, die, uh, die paniek bij de banken. Als het daadwerkelijk blijkt dat veel bedrijven niet aan hun renteverplichtingen kunnen gaan voldoen. Omdat het gewoon slecht gaat. Dat is iets wat wordt vergeten. Veel bedrijven hebben geleend in een tijd dat het allemaal bijna gratis was dat geld. Toen er zoveel werd bijgedrukt wereldwijd, heel veel in Amerika, maar ook heel veel in Europa. En inmiddels gebeurt dat niet meer. Er wordt alleen maar geld uit de markt gehaald en de rentes stijgen alleen maar en dat betekent dat bedrijven problemen hebben om die hoge of die leningen die vaak hoog zijn terug te betalen en de rente erop sowieso te betalen en dat levert natuurlijk faillissementen op. Dus dat is een race die nog steeds moet worden gelopen. En daar wil je gewoon heel bewust van zijn dat de markten nog steeds worden gedomineerd door hoge angst. Ook al is het dus wat fear and greed index betreft op dit, op dit moment een beetje minder heftig. Nou, de heatmap dan, die gisteren nog mooi groen was, dat is inmiddels niet meer. Er zijn echt maar een paar munten die het nog redelijk doen ten opzichte van de dollarprijs. Maar Bitcoin staat op dit ogenblik 2% lager dan gisteren. Ether staat zelfs 3% lager. De BNB, Binance Chain, staat anderhalf, ruim 1,5% anderhalf lager. Dat zijn de drie grote jongens. Die zijn roze, maar donkerrood zijn zelfs munten als Solana en Polkadot en zo. Die zijn meer dan 5% in prijs gedaald sinds gisteren. Dat geeft ook al een beetje aan dat de rek er nu wel wat uit is. Het is allemaal niet meer zo euforistisch, uh, euforisch sorry, als uh, gisteren om deze tijd. En dit levert meteen een veel lager rapportcijfer op. Opnieuw, het gaat gewoon twee punten af. En zo gaat het hard. En dat wordt nog eens een keer bevestigd door de Cryptocoin-scanner. Als we Cryptocoin-scanner erbij pakken, de meldingen vliegen je weer om de oren, net als gisteren. Maar deze keer is het wat meer oppassen, want je zult, en dat zie je op dit scherm al een beetje terug, wat minder bullish meldingen tegenkomen. Je ziet nu wat. Minutenmeldingen van met name de Bitcoin als basismunt. Er zit hier en daar nog een verdwaalde dollarmelding tussen. De meeste Bitcoin-meldingen zijn gewoon nog steeds berries. En de trend over het algemeen is ook niet meer zo gunstig als die gisteren was. Het ziet er allemaal nog steeds wel goed uit als je kijkt naar de trend van alle marktparen met de dollar als basismunt. Gisteren was die meer dan 40%, geloof ik. En op dit ogenblik is hij nog maar 22% bullish. Oftewel, de meeste charts zijn nog wel bullish. Er zijn alleen wel meer Bearish charts bijgekomen, inmiddels. En het is geen 40% meer. En dat betekent dat er weer een punt van het rapportcijfer afgaat omdat we niet meer boven die 40% zitten. En dat is iets wat je uh, natuurlijk ook in de gaten wilt houden. Het rapportcijfer daalt niet voor niks. En het rapportcijfer dat je nu ziet, die 4, geeft eigenlijk min of meer aan uh, dat het niet lekker loopt. En dat is iets waar je gewoon rekening mee wilt houden. En als je de day trades doet volgens de crypto coins Day-trading strategie, de klassieke daytrading strategie, dan zie je dat je heel erg wilt oppassen vandaag. Want. De gemiddelde prijs van alle altcoins die je met bitcoin koopt is gedaald met maar liefst 4% ten opzichte van gisteren om deze tijd. En zelfs ten opzichte van een uur geleden is het lager. En ten opzichte van vier uur geleden ook. Dit is typisch een situatie waarin je, als je de Cryptocurrency Day Trading Strategie gebruikt, niet wilt gaan traden. Punt uit. Je wilt het gewoon niet doen. En als je gaat traden met de vernieuwde Cryptocurrency Day Trading Strategie, en opnieuw, je gebruikt Bitcoin als basismunt, dan wil je natuurlijk kijken bij elke melding die komt, als je de scanner gebruikt, naar de trend. Maar je ziet dat de overall trend voor alle marktparen met Bitcoin, Echt beroerd is. Die is bijna 60% berries. En dat zie je ook in deze top 10. De top 10 van bullish marktparen. Er zit geen uh, muntpaar bij. Waar, uh, 100% bullish geld. Er zitten wel degelijk muntparen bij. De hele top 10 namelijk. Die volledig berries zijn. Waar je eigenlijk geen bullish chart in aantreft. Zelfs niet op de minuutentchart. Wil je dan gaan traden? Zo zwaar tegen de trend in. Zo zwaar tegen de barometer in. Dat is gewoon vragen om problemen. Ik weet helaas, we gaan waarschijnlijk vandaag wel weer lezen in onze Samen Trading Discord server of op onze, in onze live Trading Chat op Telegram. Dat mensen teleurgesteld zijn over het resultaat dat ze vandaag gaan halen. Dat mensen meer verlies maken vandaag dan ze eigenlijk hadden gehoopt. En de oorzaak die staat hier. Die staat hier op het scherm. Die staat hier letterlijk in de vorm van een rode heatmap en in de vorm van een bearish trend, een zwaar bearish trend op de Bitcoin markten, een zwaar negatieve barometer op dit ogenblik. En dat maakt het gewoon lastig, lastig, lastig. Dus dit is typisch zo'n dag naar mijn mening waarop je eigenlijk niet wilt gaan daytraden. En als je het doet, doe je het alleen maar om te leren, om te oefenen en dat betekent dat je het met een heel laag bedrag gaat doen. Je gewone standaard portfolio inzetten voor daytrading vandaag. En vanuit gaan we dat je dat doet met het nemen van long posities, dus je koopt iets met als doel om het te verkopen, is gewoon vraag om probleem. Dus misschien wil je dat gewoon niet doen. En als je wilt zien wat er bijvoorbeeld fout zou kunnen gaan, kun je misschien morgenavond aansluiten in het CryptoCoiners Café, waarin we wel degelijk live gaan traden. Veel meer risico nemen dan je normaal gesproken zou doen. Gewoon eens om te kijken hoe je dan uit dergelijke trades kunt kopen. Maar pas alsjeblieft vandaag gewoon heel erg op. Dat was hem. Ik zei het al kort, maar krachtig. Ik wil wel toch even snel een podcast maken. Ik wens je veel succes vandaag met het leren over alles wat er met crypto te maken heeft. Misschien is dit het moment om je gewoon even rustig aan te melden voor die Discord server en daar wat discussies te posten en misschien mee te praten met anderen. En anders gewoon wat video's te bekijken om je nog wat meer te verdiepen in wat crypto allemaal is en allemaal kan. En wij spreken elkaar morgen weer. Sowieso morgenavond bij het Crypto Corners Café of morgen bij de Crypto Corners Podcast. Tot dan. Dag.